Wat de boeren wel moeten doen, en zo snel mogelijk, is dat ze hun bankrekeningnummer doorgeven, zodat de uitbetaling vlot kan verlopen. Dus dat ze aangeven welke bankrekeningnummer het is en bij welke bank ze hun rekening hebben. Met die twee dingen denk ik dat we dan heel binnenkort kunnen overgaan tot uitbetaling van die tegemoetkoming. Die uitbetaling zal afhankelijk van de snelheid hoe dat verwerkt kan worden, verwachten we dat in de tweede helft van januari uitbetaald wordt. Dus voor eind januari moet iedereen dat geld op zijn rekening hebben. En ik hoop dat dat verder de sector verder zal stimuleren. Dat bedrag heb ik wel nog niet doorgekregen. Het wordt wel per zak en niet per hectare. Maar hoeveel dat precies wordt, dat zal ik later te horen krijgen. Heeft u enige zicht op waarom is gekozen voor het uitbetalen per paal? Dat was in eerste instantie of in het eerste stadium aangegeven door het Rijksorgaan, maar dat per hectare zou worden uitbetaald. Ja. Met het uitbetalen per paal gaat de regering als het ware meer uitgeven. Meer voordeel voor de boer aan de ene kant, maar aan de andere kant meer uitgaven voor de overheid. Heeft u enige zicht waarom is gekozen voor dit model en niet voor de subsidie per hectare? Ja, er is voor dit model gekozen om de boer, de paddyproducent, te stimuleren hogere producties per hectare te halen. Omdat in het andere geval iemand die een opbrengst heeft van 30 balen, omdat hij gewoon niet naar het veld ging. Die andere die haalt 60 balen, omdat hij heel goed zorgt voor zijn paddy. Zou je op basis van hectare dezelfde uitkering geven, waardoor die stimulans om hogere opbrengsten te halen dan ook zo'n beetje komt weg te vallen. Vandaar het uitbetalen per baal.